Geweldig, goedenavond. Fijn dat u er weer bent. We gaan er weer een hele leuke show van maken natuurlijk. Ik heb alleen om te beginnen heb ik een goede mededeling en een slechte mededeling. De goede mededeling is, Ron Brandsteder zit helaas in zijn kleedkamer opgesloten. Ja, dat is ja. Fijn dat u het zo opneemt. De deur is in het slot gevallen, maar u hoeft hem gelukkig niet te missen. Dat heeft nog nooit iemand gedaan trouwens. Want ik kan hem zelf heel goed imiteren. En daarom breng ik voor nu een imitatie. Dat zie ik nou. Dat zou lekker worden, zeg. Hij is nou helemaal bedoeld. Ik zeg, ja. Wat? Je staat hem opgesloten in mijn kleedkamer. Wat zeg? Iemand had de deur op slot gedaan. Het is niet... Ach, wie moest doet... het was erheen? Wie doet nou zoiets? Nou, ik heb wel een vermoeden. Hè, wat afschuwelijk, zeg. Maar heb jou je me dat niet... moet overkomen. Heb je me niet horen schreeuwen en brullen? Ja, maar ik dacht dat je met je vrouw zat te bellen. Ik denk, ik laat het. Maar goed, dames en heren. Oh, wacht even. Je hebt me nog niet gezien. Ik heb een verrassing. Ik heb een verrassing. Ik was namelijk, ik was even in London. London, it's the place for me. En daar heb ik een souvenir voor je gekocht. Voor mij? Ja, hoe vind je dat? Oh, wat leuk. Vriend. Ja. Souvenir voor je gekocht. Een typical English souvenir. Heel leuk. Mag ik het over mij? Ja, maar kijk even. Want ik hoop dat het je maat is. Ja, ik wist je maat niet. Stad, land, vooraf gelopen. Is het leuk? Uit Londen. Uit Londen. Daar bijna, maar moeilijk te krijgen. Ben bijna erg blij mee. Erg blij. Beetje ontroerd. Ik wist dat je zou waarderen. Ik heel goed opletten. Goed, dames en heren. We gaan gauw beginnen met de show, want we hebben een heleboel leuke dingen voor u vanavond. Ik wist niet dat je naar Londen was. Hè? Ik wist niet dat je naar Londen was. Ja, ik geef toch net een souvenir. Ja, maar nou, was je nog niet in Londen geweest? Ik was nog nooit in Londen geweest. Oh. Nog nooit daar. Ik was voor de eerste keer, dus ik onleuk. Was je alleen? Nee, met mijn zus. Mijn zus was erbij. Oh. Want mijn zus die wou meestal zeggen, ik heb de Big Ben nog nooit gezien. Die had de Big Ben. Ze had er veel over gehoord. Ze zei, nou, dan wil ik hem ook een keer zien, weet je wel. Dus daarom is ze mee. En hoe vond ze hem? Nou, het viel er een beetje tegen. Ze had niet verwacht dat het een klok was. Nou goed, dames en heren. Weet je wat ik ook niet wist? Dat ze daar allemaal links rijden. In Engeland, wist je dat? Dat weet toch iedereen? Wist je dat? Ja, natuurlijk. Oh, dit is al jaren zo. Oh, ik schrok me rot. Ik zat in een bus en die reed continu aan de linkerkant van de weg. Ik hol naar voren in die bus om te vragen of die chauffeur wel goed bij zijn hoofd is. Zat er helemaal geen chauffeur in die bus? Hoe bedoel je geen chauffeur? Ik zat bovenin een dubbeldekker. Als je dat niet weet. Maar iedereen weet toch dat ze daar links rijden? Ja, natuurlijk. En niet alleen in Engeland, ze rijden ook links in Japan. En in Australië en Nieuw-Zeeland. En in Groningen, sinds kort. Groningen? Ja, ik ben van de week meegereden met Jacques Dacona. Die reed ook continu aan de linkerkant van de weg. Levensgevaarlijk, dwars tegen de verkeer in. Waarom weet hij dat? Aan de andere kant was drankcontrole, dus het moest wel. Het is niet waar, natuurlijk. Het is niet waar. Maar goed. We moeten verder, dames en heren. Ja. Men vraagt mij wel eens, Ron, hoe ben jij toch in dat artiestenvak terechtgekomen? Nou, dat zeg je nou, maar dat vragen ze aan mij ook heel vaak, weet je dat? Wat vragen ze aan jou? Hoe jij in het artiestenvak bent terechtgekomen. Niemand begrijpt het. Houd toch op. Ik heb een heleboel fans nog, hoor. Nog dat zou je nog verbazen. Hier, nou, vanavond weer een verzoekje of ik een lied wil zingen. Of je niet wil zingen? Heb je het goed verstaan? Heb je het goed verstaan? Weet je het zeker? Of ik een lied wil zingen. Maar was het geen grap? Dat was geen grapje. Iemand die Ivan en die Lonnie uitlaat. Er werd specifiek naar een van mijn succesnummers gevraagd. Succesnummers? Ja, succesnummers. Ja, succesnummers. Dat is wel leuk. Ik ga daar graag gevolg aan geven, dames en heren. Het was nog een hele moeilijke keuze om er eentje te pakken. Ja, ik kan me voorstellen. Ik zou er ook geen idee weten. Maar heb je wel wat gevonden dan? Ja, en ik ga het niet alleen doen. Ik ga het doen met dit voortreffelijke orkest, dames en heren. Oh. En het zijn hele harde werkers, hoor. Hele dat mag best wel eens gezegd worden. Ja. Ik geef ze dan ook elke avond na afloop van de show... geef ik het hele orkest een drankje. Ja, daar praten ze nog steeds over. Eén drankje voor een hele orkest. Dames en heren. Een investeerder. Hij doet er alles aan om mij het zingen onmogelijk te maken. Nee, helemaal maar niet. Dat gaat hem niet lukken. Nee. En ik ga het nu, dat lied, voor u brengen. Oh, ik hoef de titel niet eens te noemen. Ja. Want als u het intro hoort, dan weet u meteen om welke hit het gaat. Daar gaan we, Kino, zet hem op. Gezellig. Geweldig. En lekker kort ook. Dan gaan we gauw verder met het programma, dames en heren.
Want we hebben nog een heleboel te doen. Ik was nog niet eens begonnen. Hoor. Nee, dat is juist zo sterk. Je moet ook altijd op je hoogtepunt stoppen. Dat is heel goed. Dat doe je heel goed. Er gaan al mensen tevreden de deur uit. Ja, dames en heren, het is zet wel duidelijk. Tevreden toestel uit. De heer Van Duin gunt het mij niet om vanavond als zanger voor u op te treden. Maar mijn tijd komt nog wel. Tuurlijk, maar dan zijn wij al te bedden. Dames en heren, we gaan gauw beginnen. Oh, heb ik je trouwens al verteld van mijn buurman? Ja, dat is zo'n leuk verhaal. Nee, maar dat moet ik even vertellen. Dat kan makkelijk even. Ik heb een buurman, hè. En die is getrouwd met een afgekeurde striptease-danseres. En die buurman die had van de week... Waar is hij mee getrouwd? Met een afgekeurde striptease-danseres. Waarom afgekeurd? Nou, ze wil niet alles uitdoen. Maar goed, maar dat maakt niet uit. Maar die buurman... Ze wil niet alles uitdoen? Ja, ze striptease-danseres? Ja, maar dat maakt maar niet uit. Maar wat wou ze dan niet uitdoen? Nou, gewoon, ze wou niet alles uitdoen. En die, maar mijn buurman... Maar wat niet dit? Nee, deze gooide ze bij de deur al in de hoek. Dat was het probleem niet. Maar mijn buurman... Nee, dat deze thuis al niet eens meer aan. Maar mijn buurman... Wat wou ze niet uitdoen? De gehoorapparaat. Ja, je moet op de mate van de muziek. Maar goed, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over die buurman. Die buurman van mij, die wou zijn vrouw, die stripjesdansgeest... Die wou die een keer verrassen. Ze waren al 40 jaar met elkaar getrouwd. Dus hij zegt, dat vind ik leuk om mijn vrouw een keer te verrassen. Dus wou hij zijn vrouw een verlenging geven. Verlenging. Tenminste, hij zelf, maar tenminste een verrassing voor zijn vrouw... dat hij een verlenging zou nemen en dat zijn vrouw... Maar wat is een verlenging? Een verlenging? Een verlenging, weet je wel, van een verlenging. Een verlenging. Van een abonnement? Dat lees je toch wel eens in de krant. Wilt u een verlenging? Kom langs. Verlenging. Ook zo'n verlenging? Ja, zo'n verlenging. Dus hij was naar de dokter geweest om te vragen of dat mogelijk is en wat dat kost. Nou, zegt die dokter, daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. En in uw geval... Nou, in uw geval niet, maar in uw geval... kan het wel eens op een 6.000 euro gaan kosten. Zo. Toen zei mijn buurman, nou, dan ga ik toch even thuis overleggen. Dan bel ik u morgen wel op. Ja. Dus hij belt de volgende dag, belt hij die dokter op. En wat zei hij? Toen zei hij, nou, ik heb het er nog eens met mijn vrouw over gehad. Maar voor dat geld hebben ze toch liever een nieuwe keuken.